Hi, ik ben Jaren. Ik volg de master Klinische Kind- en Jeugdpsychologie op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hiervoor heb ik de HBO-opleiding Toegepaste Psychologie gedaan op Hogeschool Leiden. En vervolgens ben ik de bacheloropleiding Psychologie gaan volgen op de Erasmus Universiteit. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het heel leuk vind om met kinderen en jongeren bezig te zijn en ik later ook in het werkveld verder wil gaan. Wat ik het leukst vind aan deze opleiding is dat het specifiek gericht is op de doelgroep waar ik me later op wil focussen, kinderen en jongeren. Daarnaast heb je veel conceptuele vakken, maar ook praktische vakken waarbij je de kennis die je daar ontvangt kan toepassen. Hoe ik het contact ervaren heb met docenten en medestudenten is erg prettig. De master is wat kleinschaliger dan de overige klinische master en vanuit daar is er ook meer een persoonlijk component met elkaar. Ik heb voor Rotterdam gekozen omdat Rotterdam natuurlijk een wereldstad is en het ook echt een studentenstad is waarbij je heel veel verschillende dingen kan doen. Wat ik graag in de toekomst wil doen is ook echt werken met kinderen en jeugd. Het liefst zie ik mezelf in een kleine praktijk waar ik met deze doelgroep aan de slag ga. De onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn bepaalde stoornissen die bij kinderen en jeugd kunnen spelen en dan ook de behandelingen daarvan. En daar ga je dan mee aan de slag tijdens de practica. Nou, mocht je twijfelen tussen de twee klinische masters, maar je toch liever willen verdiepen in kinderen en jeugd, dan adviseer ik je zeker om deze master te doen, omdat dit dan ook echt zal geven wat je wil.